Het alternatief staatsbestel is een samenhangend geheel. Het betreft zowel het kabinet, wat heel anders uit gaat zien. Het betreft de Eerste en de Tweede Kamer. En waar de democratie in wezen over zou moeten gaan, dat is het volk. De burger die bepaalde wensen heeft, zou vertegenwoordigd moeten worden. En waar een meerderheid van de bevolking iets wil, zou dus terug te zien moeten zijn in de Kamer en ook in het kabinet. Helaas is binnen dit huidige systeem, wat men ten onrechte democratisch noemt, want ik weet niet of iedereen het wel kent, maar het systeem particratisch wil noemen. Helaas zijn de partijen leidend en belangrijk. En hebben de partijelites het, en dan gaan we wel een beetje kort in het licht, maar hebben de partijelites het in wezen voor het zeggen. En de burger komt amper nog aan bod. Je hebt gezien dat het referendum was een van de weinige extra's was, behalve één keer in de 4 jaar te mogen stemmen, is afgesloten. Dus ook daar is de burger opzij gezet. Oké, maar hoe zou je dat dan anders doen? We stemmen in Nederland wel op partijen. Ja, nou ja, met die partijen is het in wezen misgegaan. Als je kijkt naar het ontstaan van onze democratie, dan zou je misschien wel uit kunnen komen bij 1848, de herziening van de grondwet van Thorbecke. In die tijd bestonden er geen partijen. Het werd min of meer door ook toen al de elite geregeld. Zij wisten wel wat er goed was voor de burger. Maar de grondwet werd herzien. Vrouwen mochten nog niet stemmen, veel Nederlanders mochten niet stemmen, maar... Je mocht alleen stemmen als je bepaalde status of inkomen had, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment kwam Abraham Kuyper, die zag dat een aantal mensen christelijke kandidaten waren en die heeft ze verenigd in een partij, de AFP. Het uitgangspunt van de grondwet was dat parlementariërs vrij van last en ruggespraak, neem ik wel. De Freudiaanse. Ja, ruggespraak moesten zijn. En volledig autonoom zouden moeten kunnen. Maar nu stemmen we op partijen en hoor je mensen ook mopperen, ook op straat zeg maar, de burgers. Dat er wel heel veel partijen zijn. Dat is ook een van de dingen die staatscommissie Remkes noemt. Ja. Maar het zijn wel te veel partijen. Ja. Dat kun je dus afvragen. Want hoe meer partijen, hoe meer mogelijkheden er zijn om op te stemmen. Dus hoe meer mensen toch hun eigen keuzes kunnen maken. Stel je hebt 2 partijen, dan kan je maar kiezen of het een of het ander. En wat er in die programma staat, dat zal voor een heel groot gedeelte niet overeenkomen met wat je zelf graag wil. Daarbij komt dat een partij op dit moment een verkiezingsprogramma maakt. En degenen die op de kieslijn staan, worden verwacht allemaal achter die programmapunten te staan. Stel je hebt 200 punten en je hebt 30 kandidaten. Het zou te gek voor woorden zijn als alle 30 exact al die 200 punten zouden onderschrijven. Ik zou er dan vanuit gaan, de partij is leidend in een aantal dingen, want anders zouden we bij een andere partij terechtkomen. Maar die 20 of 30 of 40 kandidaten voor de Tweede Kamer, die zouden best eens op 5 of 10 punten een afwijkende mening kunnen hebben. Waarom krijgen deze mensen niet een privéprogramma waarin het partijprogramma leidend is, maar waarin ze allemaal onderling verschillend een eigen standpunt kunnen innemen, waardoor de kiezer nog veel meer keuze mogelijkheden heeft om die persoon te kiezen die het dichtst bij de ideale van de burger staat.